Denk je? Oké. Okay. Okay. Volgende vraag. Mevrouw Fransen. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de staatssecretaris, gericht uiteraard ook aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Recent werd een studie voorgesteld van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de onderzoekers kwamen in hun studie tot de conclusie dat de elektromagnetische straling van intensief gsm-gebruik kankerverwekkend kan zijn. Nu, er is de voorbije jaren al uitgebreid gedebatteerd over het al dan niet bestaan van een causaal verband tussen gsm-gebruik en de incidentie van kanker. Dat de WHO voor de eerste keer een duidelijke waarschuwing heeft over de mogelijke gevaren is dan ook een belangrijk signaal. Concreet deelt de WHO de elektromagnetische straling van gsm's vanaf genen in onder de categorie van schadelijke stoffen, wat zoveel betekent als mogelijk kankerverwekkend voor de mens. De studie werd specifiek, spreekt eigenlijk specifiek van een verhoogd risico op gliomen. Dat zijn agressieve hersentumoren. Voor conclusies over andere vormen van kanker is bijkomend onderzoek nodig. Dus de dag van vandaag is gsm-gebruik dagelijkse kost geworden. En de studie van de WHO is uiteraard geen oproep tot paniek, evenmin mijn vraagstelling. Maar moet ons er wel toe aanzetten de mogelijke gevaren van gsm-straling serieus te nemen, de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, verder onderzoek te doen en rationeel en voorzichtig met ons gsm-toestel om te springen. Ik had dan ook graag van de bevoegde minister, staatssecretaris, vernomen. Zal u naar aanleiding van de conclusies van de studie van de WHO bijkomende voorzorgsmaatregelen nemen om de mogelijke risico's van gsm-gebruik voor de volksgezondheid te beperken? Zo ja, welke? Komt er een overleg met de gewesten en gemeenschappen om gezamenlijke afspraken te maken of gezamenlijke initiatieven te nemen, gelet op het feit dat dit uiteraard ook bevoegdheidsniveau overschrijdend is? Tot zover mijn vraagstelling. Meneer De Lize. Meneer de voorzitter, collega's, ik dank ook mevrouw Fransen voor haar vraag en ik zal u ook het antwoord van mevrouw Onkenings voorlezen. De rangschikking van elektromagnetische radiogolven werd inderdaad naar niveau 2B verhoogd. Dit wil zeggen mogelijk kankerverwekkend voor de mens. Net als de 266 andere producten of stoffen, zoals velden van oogspanningslijn, risico op kinderleukemie, of zelfs koffie, risico op urineblaaskanker, en uitlaatgassen, risico op longkanker onder andere. Men beschouwt vandaag dus de elektromagnetische radiogolven als mogelijk kankerwekkend voor de mens. Meer precies erkent men een mogelijk statistisch verband tussen bijvoorbeeld gsm-gebruik van meer dan 30 minuten per dag gedurende 10 jaar en een bepaalde vorm van hersenkanker, glioma. Ik heb inderdaad gevraagd dat mijn administratie de Hoge Gezondheidsraad contacteert om de gevolgen van deze evolutie voor België te analyseren en na te gaan of verdere maatregelen nodig zijn. Uiteraard zal ik de parlementsleden van de evolutie van dit dossier op de hoogte houden. Ik heb de kwestie ook op de agenda van de laatste interministeriële conferentie Volksgezondheid geplaatst, met het oog op preventiemaatregelen en sensibilisering. Ik kan u zeggen dat wij vandaag aan een nieuw koninklijk besluit werken dat de vermelding van stralingsabsorptiewaarde van gsm-toestellen regelt en dat op kinderen gerichte reclame voor gsm's verbiedt. Ik wil er verder ook aan herinneren dat de FOD Volksgezondheid reeds verschillende brochures heeft gepubliceerd die het grote publiek informeert over het gebruik van de mobiele telefoon, elektromagnetische velden en hun impact op de gezondheid. De brochures geven ook praktische tips voor een veiliger gsm-gebruik, bijvoorbeeld het oortje gebruiken, eerder sms'en versturen dan bellen, op plaatsen bellen waar er een goede ontvangst is en het gebruik op de trein of in de auto te vermijden.
Deze brochures wijzen ook op de noodzaak van een rationeel gsm-gebruik door kinderen. Tot hier mevrouw Fransen, het antwoord van mevrouw Ongelings. Oké. Dank u. Volgende vraag, meneer Anciot. Heel kort, meneer de voorzitter. Dank u, meneer de staatssecretaris. Bedankt voor het antwoord. Nu, ik denk door het massale gsm-gebruik dat toch steeds meer toeneemt, zowel in aantal mensen die de gsm gebruiken als in de duurtijd per dag, kan ik mij niet van de indruk ontdoen, ook zeker bij jonge kinderen. Het is goed dat, dat de Hoge Gezondheidsraad hiervoor ook werd aangesproken, dus dat is al een positief signaal. Maar ik kan mij toch niet van de indruk ontdoen dat het aantal kankergevallen stijgt en dat de initiële studies nooit zo gedetailleerde resultaten zullen opleveren als nu bij een maximaal gsm-gebruik wat de evolutie en de tijd betreft. Dus ik zou daar zeker ook verder op aandringen om dit mee te nemen of op een interministeriële conferentie of in een verdere uitwerking of verfijning van het